Mag ik het woord geven aan meneer McIntosh? Dank u wel, meneer. Laat me u van harte welkom heten bij de proclamatie van de jongste vakcentrale in Suriname. De naam van onze vakcentrale is de Unie van Assertieve Vakbonden, afgekort UVAF. Dus U hoofdletter, V kleinletter, A hoofdletter, V hoofdletter. Ik ben Gerald McIntosh, ik ben de voorzitter van deze vakcentrale. De ondervoorzitter is mevrouw Dennis Renfrum. Meneer Lloyd Pool is de secretaris-generaal. Meneer Marciano Hellings is de penningmeester. Die zit links van mij. Meneer Antoine de Vares is de tweede penningmeester. Dan hebben we daarna een aantal secretarissen. Mevrouw Astra Cebeda, secretaris. Meneer Calvin Eperen, secretaris. En meneer Norman Banai, ook secretaris. De Algemene Bond van het personeel in dienst van het Landsbedrijf Academisch Ziekenhuis. De Telegraaf en Telefoonwerknemersorganisatie Suriname. De Surinaamse Waterleiding en Werk, de Surinaamse Waterleiding Werknemersorganisatie. En de Ogano Werknemersorganisatie. Nee, ik zeg het verkeerd. De Ogam Werknemersorganisatie Suriname hebben besloten om een eigen vakcentrale op te richten. Bij deze vakcentrale kunnen alle bonden zich aansluiten, ongeacht in welke sector ze actief zijn. Wij komen op voor alle Surinamers, voor alle werkende Surinamers. De naam, ik heb het al gezegd, dat we assertief zijn, dat wil zeggen dat degene goed kan opkomen voor zichzelf. Deze vakcentrale wil opkomen voor alle werknemers. We zijn weerbaar en laten niet met ons zorgen. Het oprichten van een nieuwe vakcentrale met jonge leiders zal een waardevolle manier zijn om de vakbeweging te vernieuwen, te versterken en aan te passen aan de behoeften van de hedendaagse arbeidsmarkt. Deze jonge leiders zullen met frisse energie, innovatieve uitdagingen, innovatieve benadering en nieuwe ideeën ervoor zorgen dat deze vakbeweging heel sterk wordt. We hebben nagedacht over nieuwe manieren om uitdagingen aan te pakken en de vakcentrale aan te passen aan de snel veranderende arbeidswereld. Dames en heren van de pers, geachte vakbondskameraden. Vandaag markeren we niet alleen het begin van een nieuwe organisatie, maar ook het begin van een nieuw tijdperk voor de arbeidsbeweging. Onze reis naar deze historische mijlpaal is er één geweest van samenwerken, vastberadenheid en een onwrikbaar geloof in de kracht van solidariteit. We hebben gezien hoe onze arbeidende klassen zijn gevormd door de inzet van generaties voor ons. En vandaag, vrijdag 3 mei, nemen wij die vakken over voor die sociale, om die sociale rechtvaardigheid voort te zetten. Met deze nieuwe vakcentrale beloven we een lichtend baken te zijn voor alle werknemers. We willen een pleitbezorger zijn voor eerlijke lonen, een veilige werkomgeving en gelijke kansen voor iedereen. We zullen strijden voor de rechten van alle werknemers, ongeacht hun ras, geslacht of religie. En we zullen nooit zwijgen in het aangezicht van onrechtvaardigheid. Samen kunnen we een samenwerking creëren waarin alle werknemers de waardigheid en respect krijgen die ze verdienen. Verder zullen solidariteit en rechtvaardigheid een norm zijn en geen uitzondering. Vandaag vieren we niet alleen de proclamatie van een nieuwe vakcentrale, maar vieren ook een nieuwe visie. Een visie van een rechtvaardige en inclusieve samenleving waarin de belangen van alle werknemers centraal staan. Laten we één ding duidelijk stellen.
Deze vakcentrale is geen vakcentrale voor alleen strategische bonden. Alle bonden en alle werknemers zijn strategisch voor ons. Als werknemers dat goed onthouden en begrijpen, zullen ze de kracht van de vakbond ervaren. We hebben gemerkt dat werkgevers de kracht van de werknemers wel kennen, maar we merken dat werknemers zelf hun eigen kracht en de collectieve kracht van hun eigen vakbond onderschatten. Deze nieuwe vakcentrale zal de medewerkers, de werknemers bewust maken. Alle rokkomans en alle rokkomas zullen we bewust maken van die kracht die er zit bij de vakbond. Verder willen we twee actuele zaken met u delen die de totale samenleving raken. Eerste is dat de verhoging van de stroomtarieven. Volgens bekomen informatie blijkt dat deskundigen aan de overheid hebben aangegeven dat die stroomtarieven juist omlaag moeten. Wat zien we gebeuren? Dat de regering juist de stroomtarieven heeft verhoogd. Wij zijn van mening dat de regering die verhoogde stroomtarieven moet terugdraaien. Of moet aanhouden en zelfs moet terugdraaien. En twee, laat de regering met alle actoren gaan zitten. De vakbeweging staat zo bij alle relevante actoren om de zaak goed te bestuderen. Verder is er een andere actuele zaak binnen de samenleving en dat is de situatie binnen de gezondheidszorg. Maar hiervoor zal ik de secretaris-generaal, meneer Poel, vragen om dit even kort te belichten. Dank u wel, voorzitter. Ook van mijn kant, ook van mijn kant uit, welkom aan ieder. De voorzitter heeft het gezegd, er zijn actuele zaken, waaronder dat van de gezondheidssector. Wij zijn geen vreemden in het land. We zien allemaal en krijgen elke dag te maken met de situatie binnen de gezondheidssector. En ook voor deze nieuwe vakcentrale is dit een heet hangijzer. Medicatie die niet te vinden is. Mensen zijn verzekerd, maar moeten honderden, soms duizenden SRD's neertellen om te komen aan medicatie. Als je naar Facebook kijkt, mensen die zijn verzekerd, maar toch naar donaties moeten vragen om medische hulp te kunnen krijgen. Medewerkers binnen de gezondheidssector die voor een kargloon naast het bed moeten staan en soms zelfs met hun eigen leven op het spel de zorg bieden. Er zijn tal van zaken die ons bezighouden. En als vakcentrale gaan we ook hiervoor aandacht vragen aan de regering. We merken dat de bonden binnen de gezondheidssector, waaronder ook de ABLAS, heel veel aandacht vraagt, maar we zijn van mening, en eigenlijk is het een feit, want we zien het allemaal, dat de regering, en bij deze de minister van Volksgezondheid, niet op de juiste manier omgaat met die sector. En daarvoor gaan wij heel veel aandacht vragen. En gelooft u mij, zonder uw ondersteuning van de werkers binnen de gezondheidssector, werkers binnen de andere sectoren, maar ook van de totale gemeenschap, zal het niet lukken om de eisen die wij zullen stellen te kunnen bewerkstelligen. Ik zal het kort houden, ik zal niet te diep hierop ingaan, u begrijpt het allen, maar wij vragen ook ondersteuning van alle werkers, vakbonden enzovoorts, wanneer wij de zaken zoals die zijn genoemd gaan aanpakken. Maar behalve deze zaken zullen er veel meer zaken zijn. Dank u, voorzitter. We zullen samen onze krachten bundelen, onze stemmen verheffen en blijven strijden voor een Suriname waarin de belangen van de werknemers centraal staan en waarin alle werknemers kunnen floreren. Ik moet hierbij de mensen van het bestuur van de SWM, die ook zitting in dit bestuur verontschuldigen,
Ze hebben nog wat interne zaken om te regelen, vandaar dat u de mensen van de SWM niet hier ziet. Ik vraag dan aan Minoes om te vervolgen met het proces. Dank u wel, voorzitter. Ik vraag de dames Georgina, Rebecca en Shikita om me te assisteren. We zullen overgaan tot het ondertekenen van een protocol voor de samenwerking. Elk van de voorzitters tekent op het document en dan gaat het document roleren. Totdat alle drie handtekeningen op een document staan, dan krijgt elke voorzitter een map. Voorzitter, als u alle mappen bij u houdt en dan aan uw collega's kunt verhandelen om de samenwerking af te kondigen. Nieuw begin, Sarana Sitsani. We gaan over tot het onthullen van de banner met ons logo. Ik vraag de voorzitter en de twee collega's. Even uitleggen. U ziet hier vier vuisten, omdat we zijn begonnen met vier vakbonden. En een vuist geeft aan de kracht. Die vuisten komen aan bij een ster. De ster geeft aan de eenheid, de hechte eenheid. En u ziet dat de kleuren zijn de kleuren van onze Surinaamse vlag. Rood, groen, geel en wit. En dat wil zeggen dat we opkomen voor alle Surinamers, waar ze zich ook mogen bevinden, in Suriname. Alsjeblieft. Dank u wel. Mag ik het panel vragen om weer plaats te nemen? Dan gaan we over tot de vragenronde. De pers mag vragen stellen, maar ook de overige aanwezigen mogen kritische vragen afvuren op het panel. Van Suriname Herald. Voor de duidelijkheid, kunt u misschien weer aangeven welke vier bonden aangesloten zijn? Bepaalde bonden waren al verbonden bij andere vakcentralen. Waarom de keuze om die vakcentrale te laten en zich aan te sluiten bij een geheel nieuwe vakcentrale? Staan jullie open om samen te werken met andere vakcentralen? Ik weet dat ook volgens mij een van jullie bonden bij de moederbond was. Ja. Waarom hebben jullie die gelaten? Of ja, het moet een reden zijn om
te stappen uit de moedermond om hier een nieuwe vakcentrale op te richten. Is er een procedure om wanneer bonden een vakcentrale laten en gaan naar een andere? Was er schriftelijke procedure? Misschien dat u dat kan uitleggen. En is het de bedoeling dat jullie ook assisteren in het proces om een bond op te richten? Want je weet, er zijn nog steeds heel veel instellingen die nog graag willen verenigen in een bond. Gaan jullie daarin assisteren? Even terug naar uw vraag. U heeft 5 vragen gesteld. Zullen we weer bij de eerste beginnen? Wie zijn de bonden? Wie zijn de bonden? Staan ze open voor... Nee, ja. Eerst antwoord hierop. Ja, de bonden die deze vakcentrale hebben opgericht zijn de bond bij Telesuur, TTWOS, ABLAS, de bond bij het Academisch Ziekenhuis, de OAS, de vakbond bij de EBS, en de SWWO, de vakbond bij de Surinaamse Waterleidingmaatschappij. Mag ik dan uw tweede vraag? Waarom een bestaande vakcentraal moederbond laten, onder andere moederbond laten, om een nieuwe op te richten? We hebben gezien dat de bestaande vakcentrales, dat er een stuk verstopping optreedt voor jonge mensen om door te groeien. Vandaar dat we hebben besloten om ons eigen ding te doen. Een eigen vakcentrale op te starten. Een nieuwe vakcentrale. Uw derde vraag. Samenwerking met andere vakcentrales? Sowieso. We moeten het samen doen. We willen opkomen voor alle Rokkomans. Wij zijn SEC voor Rokkomans en Rokkomans. Voor werknemers komen we op. Wij zijn niet politiek gelieerd. En wij gaan niet op een politieke podia staan. Maar samenwerking, dat gaan we zeker doen. We gaan vragen het lidmaatschap om binnen Rafaxuur te komen. En ook binnen internationale organisaties het lidmaatschap aanvragen. Ook de procedure om een bestaande vakcentrale te laten. Om je aan te sluiten bij een nieuwe. In dit geval de oprichting van een nieuwe vakcentrale. Was een procedure? Er is niet echt een procedure daaraan verbonden. Je zou bijvoorbeeld lid kunnen zijn van 2 vakcentrales, niemand verbiedt je dat, weet je. Maar je kan ook dus de vakcentrale waar je aangesloten was bedanken, weet je, voor alle inzet en alles wat ze voor je hebben gedaan. En we hebben andere nieuwe ideeën, frisse energie, dus vandaar dat we hebben besloten. En dus zo hebben we onze eigen vakcentrale opgericht. De statuten zijn er, huishoudelijk reglement, de statuten moeten ingediend worden. Dat neemt wat tijd in beslag, maar dat wil niet zeggen dat we niet mogen beginnen met een vakcentrale. We zijn al een vakcentrale. En de vraag voor ondersteuning aan een organisatie die graag een bond willen oprichten? Sowieso. We zijn er voor alle werknemers, dat gaan we sowieso doen. We hebben het gezien, we zien zoveel mensen werken in Chinese winkels. En die mensen worden betaald, ze krijgen een minimumloon dat is vastgesteld door de overheid. Maar er is ook een vakantiewet en dat missen we. Die mensen maken geen aanspraak op verlof. Hetzelfde gebeurt bij de mensen die werken bij de service stations. Ze tanken daar die auto's, maar ze krijgen alleen het minimumloon dat de overheid heeft vastgelegd. Maar er zijn zoveel andere zaken waarvoor niemand voor die mensen opkomt. Wij willen voor alle werknemers opkomen. We willen die sociale rechtvaardigheid. Zijn er nog vragen? Patrick Neuven van Apinti TV en Radio. Ik zou graag willen weten, voorzitter, hoe de naam van uw bond tot stand is gekomen. Dat is het enigste. Dank u. Dat is heel makkelijk gegaan. We hadden een aantal namen, maar meneer Pool kwam dus met de naam. Omdat wij assertief willen zijn. En hij maakte dus Unie van Assertieve Vakbonden. En we konden ons daarin gelijk terugvinden. U heeft aangegeven nieuwe manieren. Jullie gaan met nieuwe manieren komen. Welke zijn deze nieuwe manieren op basis van de hedendaagse ontwikkelingen? En wat doen de anderen zo verkeerd of is verouderd dat jullie zeggen we moeten nieuw gaan? Nieuwe manieren gaan presenteren. En
Wanneer zijn jullie van plan officieel kennis te maken met de overheid als nieuwe vakcentrale? De betrokkenheid van de werknemers, daar gaat het bij ons om. Dat is een van de nieuwe manieren hoe we dat willen doen. Die mensen bewust maken van de kracht van de collectiviteit. Want dat missen we, merken dat. Weet je, die mensen onderschatten hun eigen kracht. Dus dat zijn zaken die we sowieso gaan aanpakken. En er zijn nog een aantal zaken waarbij wij niet gaan wachten tot er een probleem is. Wij gaan mensen hebben die ons gaan adviseren. En kijken naar actuele vraagstukken of vraagstukken die komen. Niet wanneer er iets is, dan ga je mensen bij elkaar roepen. Ik kan even kijken hiernaar. Wij willen dat in onze organisatie hebben, van tevoren hebben. Er is duidelijk een ontevredenheid, zoals we dat merken, in de huidige vakcentrale, zoals dat er nu uitziet. We kennen C47. Ik heb de heer Berenstein een korte oproep horen doen in zijn meeting niet zo lang geleden, dat er naar gekeken moet worden. Wat waren de punten die voor jullie als nieuwe vakbond reden waren om hiermee te starten? En zal er per definitie een samenwerking komen met C47? We gaan met alle vakbonden, alle vakcentrales samenwerken. Het doel moet belangrijk zijn en dat moet duidelijk transparant voor ons zijn. Wij zijn geen politici, ik heb het al gezegd. Wij hebben afgesproken dat het moment dat iemand actief in de politiek gaat, hoeft hij geen stap terug te doen. Wij gaan hem bedanken. Als bestuur gaan we die persoon bedanken. Voor ons is belangrijk het doel. C47 is nu bezig met iets. Het doel, we zijn solidair met het doel. Het gaat om die verhoging van die stroomtarief en we kunnen ons daarin terugvinden. Maar de agenda kennen we niet en daarop ga ik niet in. What's next hierna, deze proclamatie? Wat zullen we merken? Het ligt geheel aan de werknemers, andere vakbonden, iedereen is welkom. Wij willen de grootste vakcentrale worden van Suriname. Ja. Omdat als je dat hebt, kan je die druk uitoefenen op de regering als vierde man. We zijn tegen geen enkele regering, niet tegen de huidige regering, maar we willen wel dat ze rekening houden met de koopkracht van werknemers en alle voorzieningen die werknemers genieten. Want het moment dat je een financiële crisis krijgt in het land, zijn de werknemers, de sociaal zwakkeren, mensen met een beperking, gepensioneerden, de eerste groep die het voelt. En we weten allemaal dat er heel veel mensen zijn die rijk worden, de bodemschatten van het land. En ik ben benieuwd, we willen vragen aan de regering. Zeg ons hoeveel belasting die mensen betalen. Kom niet direct bij die rokkenmans. Dank u wel. Zijn er nog vragen? Misschien een beetje een vervelende vraag, maar weer een vakcentrale. We hebben al zoveel. Toch? Dat is natuurlijk de eerste vraag die de samenleving gaat vragen. En ook de roep van, er wordt zoveel in dialoog getreden. Zijn jullie ook van plan om ook weer iedere keer in dialoog en dialoog en dialoog te treden in plaats van echt geen actie te komen? En waarom, hoe gaan jullie ermee om of hoe gaan jullie die samenleving overtuigen dat jullie niet weer een vakcentrale zijn? Goedemorgen. Ik wil toch kort reageren hier. Ik denk dat er niet zoveel vakcentrales zijn. Als ik dat goed heb, dan zijn er 7 of 6. Oké, en wij hebben aangegeven dat we de grootste willen worden. Dus misschien is het tijd dat de kleinere vakcentrales misschien dat moeten gaan ophouden om te bestaan. Maar wij moeten de grootste gaan worden. En ik denk niet dat je daarin beperkt bent. Wij zijn tot het besluit gekomen dat voor nu op dit moment een nieuwe vakcentrale de juiste weg vooruit is. U vroeg ook als we over en weer in dialoog gaan treden. Dialoog is in principe de eerste stap die je neemt alvorens je overgaat tot andere handelingen, activiteiten, acties. Dus
Nu al kan ik u zeggen dat we eerst het pad van dialoog moeten opgaan. We hebben geen andere keuze. En als het pad van dialoog niet werkt, dan zijn er andere manieren om de aandacht te vragen van zij van wie je de aandacht moet krijgen. En dat is het. Is uw vraag naar tevredenheid beantwoord? Ja, goedemorgen, Sjaak Anees, ATV. Mijn vraag is aan de voorzitter. Hoe gaat de Unie van Assertieve Vakbonden zich onderscheiden van Rafaxuur? En een vraag aan meneer Hellings. Gaat eventueel de Surinaamse politiebond zich ook hier bij deze nieuwe vakcentrale aansluiten? Misschien moet ik beginnen met het laatste gedeelte. Ik weet niet waarom u die link legt met de Surinaamse politiebond. Ja, de politiebond, de Surinaamse politiebond heeft haar eigen bestuur. En zoals meneer McIntosh dat heeft aangegeven, het gaat liggen aan die werknemer om te bepalen waar hij zich aansluit. Dus als de politiebond na dit alles gezien te hebben, van mening is dat ze zich hier moeten aansluiten, want volgens mij zijn ze nu een autonome bond. Dan staat de deur open voor de Surinaamse politiebond om zich aan te sluiten. En niet alleen de SPB. Alle andere vakbonden die zich wensen aan te sluiten zijn welkom. Het moment dat je je kan terugvinden in de zienswijze van de UFAF, dan is de deur open en ja, je hoeft niet direct een besluit te nemen over te stappen. Je mag komen meedenken, meeluisteren, discussiëren. En als je zover bent om het besluit te nemen om zich aan te sluiten, dan bent u natuurlijk van harte welkom hier bij de UFAF. De nieuwste, de jongste vakcentrale die binnenkort de grootste vakcentrale moet gaan worden in Suriname. Heel belangrijk ook is, als u hier de deur binnenstapt bij de UFAF, een rein geweten en zoals meneer McIntosh het zei, we propageren mensen die zich niet bezighouden met actieve politiek. Meneer Anees, om antwoord te geven, we zullen onderscheiden binnen Rafaxuur. Wij gaan discussiëren met de mensen binnen Rafaxuur, met overtuigingskracht. We moeten die mensen kunnen overtuigen dat het zo moet. We moeten een andere weg kiezen. Daar gaat het bij ons om. We gaan niet gewoon iets zeggen uit het hoofd. Overtuigingskracht. Daarmee gaan we ons onderscheiden. René Gampers, Staneus. Over overtuigingskracht gesproken. Voordat ik me aansluit, moet ik wel overtuigd zijn van ja, dat is hun wapenfeit. Wat is het eerste dat jullie als wapenfeit willen zien? Waar gaan jullie je voor inzetten? En waarbij andere bonden kunnen zien van ja, ze hebben het gedaan. Dit is een wapenfeit, ik ga me direct aansluiten, ik ben overtuigd. Wat gaan jullie als eerste neerzetten? Nou, in feite hebben we het al gezegd. Het is reeds aangegeven, wij gaan ons inzetten voor de werkers. Op dit moment hebben we ons reeds solidair verklaard met het doel van de actie van C47. En we gaan ons vooral inzetten voor de gezondheidssector. En verder gaan we brainstormen over strategieën om verder te gaan met het doel waarvoor wij deze vakcentrale hebben opgericht. En in de praktijk, wat men zegt, goede wijn behoeft geen krans, dan zullen de Surinamers, de werkende klasse van Suriname zelfs bepalen als zij overtuigd zijn van ons, van waar wij ons inzetten. En misschien een beetje een vervelende vraag. Daar zitten dus vakbondsleiders die geen chow mein gaan eten, toch? Nou, ik ga u één ding zeggen, meneer René. Ik ga mis doen dat ik chow mein. Maar de mensen hebben me niet veel bij hen. We roken trangen. Man af geen chow mein. Met
de vraag, wanneer gaan jullie officieel op audiëntie bij de president? Dus gaan jullie de vraag deze week doen, komende weken? Want jullie moeten toch ook hem op de hoogte stellen van, wij zijn een nieuwe vakcentrale. Ik denk dat hij in de media zal zien dat er een nieuwe vakcentrale is. En wij zullen het juiste moment kiezen om vragen om ontvangen te worden. Wat we eerst gaan doen, we gaan eerst binnen de vakcentrale vragen om lid te worden van de factuur als vakcentraal. Dat is het eerste wat we gaan doen. Ja, goedendag. Ja, laat me even dit, meneer Paul kruisen er maar iets in. Misschien wil men weten waarom we lid willen worden van de factuur. De factuur is eigenlijk bij wet aanspreekpunt van de regering. En wij willen binnen de factuur zijn om ook onze mening te laten tellen. Om daar de discussies aan te gaan binnen de factuur eerst, voordat we naar buiten gaan om te gaan praten met de regering. Goedendag, ik ben ook lid van de TTOS, maar ik praat niet namens het lid TTOS, maar vanuit de kant van de afdeling ATV Nieuwsdienst. Wat ik wilde vragen, ik zie dus drie voorzitters hier zitten, toch, alvast. En ik merk op in die naam assertief. Wie hebben jullie op het oog als assertieve vakbonden om aan te sluiten? Dat is vraag 1. Ik neem aan dat de structuren al in place zijn van deze vakcentrale. Zijn er voorwaarden voor de aansluitende bonden die geïnteresseerd zijn? En wat is de contributie die ze moeten leveren aan deze vakcentrale om zich in te schrijven? Alsjeblieft, dank u wel. Ja, dank u wel. Ik heb het al aangehaald. Alle vakbonden zijn voor ons strategisch. Assertiviteit gaan we zien aan de vakbonden die ze zullen aansluiten. En als ze dat niet hebben, zullen wij ze naar dat punt brengen. Omdat wij assertief zijn. We zullen ze naar dat punt brengen om assertief te zijn. Je moet mensen helpen. We moeten onze vakbondskameraden helpen om op een hoger niveau te komen. Ik zei het al, de vakbeweging kan de plek innemen van de vierde macht in Suriname. Weet je, en naar dat niveau moeten we gaan. Dat was het vroeger, dat weten jullie allemaal, maar naar dat niveau moeten we gaan. Qua contributie? Dat is bepaald 5 SRD per lid van de vakbond. Ik begrijp het niet zo goed. Dus eigenlijk kan je dus ook als gewoon loslid dat betalen of moet je met een bond aansluiten om die contributie te betalen? Dus want het is een vakcentrale toch? Het is een vakcentrale en de contributie gaat dan via de vakbonden. Maar natuurlijk mogen leden ook meer contribueren, daarin zijn ze vrij. Want je hebt leden, niet-leden, en nu heb je nog geen ereleden. Want nu pas hebben we de proclamatie gedaan. Maar iedereen zou daarin een bijdrage kunnen leveren. Aan de kas, zodat we sterker staan. Omdat we ook internationaal die aansluiting willen zoeken. ILO heeft mensen die berekeningen, alles voor je doen. Weet je, je kan gewoon zeggen, kijk, ik zit met zo'n probleem. En ze hebben die deskundigheid om dat te doen. Maar als je die deskundigheid wil hebben, moet je die contributie betalen bij de buitenlandse organisaties. En dat gaan we doen. Oké, dan heb ik nog een laatste vraag die ik wilde stellen. Om het woord assertief te gebruiken, want u bent nu ingegaan direct op, om de mensen dus aan te trekken naar deze centrale. Maar we zitten met goudmaatschappijen. In het land. Ja, in hoeverre zijn jullie daar open voor? Of zijn er misschien, je weet, als je nieuw bent, dan begin je een kaartje te sturen, toch? Als nieuwe vakcentrale, maar als jullie geïnteresseerd zijn, misschien zijn er chowmen-eters daar, dus waar jullie zijn aangesloten, maar wij zijn er, assertief, weet je? Dus ik weet niet, in hoeverre hebben jullie dus uitnodigingskaarten gestuurd naar de goudmaatschappijen. Ik weet dat bijvoorbeeld staatsolie, die zit al bij C47, is moeilijk om die dus over te halen, want Berenstein gaat het niet willen loslaten. Maar wat ik wilde vragen, in hoeverre hebben jullie dus
jullie nieuwe vakcentrale zodanig geproclameerd naar de bestaande vakbonden om te zeggen van kijk nou, we zijn het alternatief, net als wat meneer Hellings heeft gezegd. Alsjeblieft. Oké, laat me misschien direct corrigeren. U bedoelt de vakbonden die zijn aangesloten bij de diverse groot multinationals ofzo. We hebben vooralsnog aan geen enkele vakbond een uitnodiging gestuurd. We zijn als collectief van 4 assertieve vakbonden zijn we begonnen. En het is na vandaag dat we gaan lobbyen, om eerlijk te zijn. We gaan niet stil blijven zitten. Eén, we gaan lobbyen, mensen of vakbonden vragen zich aan te sluiten. En dat willen we primair doen door eigenlijk ons werk zichtbaar te laten worden voor de rest van de vakbonden. Zodat ze zich mogen aansluiten. Verder nog, ik denk als er andere vakbonden daarbuiten zijn, die net zoals deze vakbonden hier er unaniem over eens zijn dat zaken anders gedaan moeten worden, beter gedaan moeten worden, om de woorden van meneer McIntosh te gebruiken, om zaken te doen zoals het moet, je aanpassen aan de eisen van de hedendaagse tijd. Als die vakbonden daarbuiten zijn, gaan ze ook merken aan onze werken dat ze hier moeten zijn. En wie er nog niet van is overtuigd, ons handelen gaat duidelijk naar te merken dat hij hier moet zijn. En wie nog twijfelt, dan gaan we lobbyen. Ja, we gaan niet over de street trekken om zich hier aan te sluiten. Uiteindelijk moeten wij de grootste vakcentrale gaan worden in Suriname. En ik heb 2 vragen. Ik heb gemist dat jullie hebben aangegeven dat jullie een zittingsperiode hebben van zoveel jaar. Of hebben jullie geen zittingsperiode? Dat heb ik wel gemist. En de tweede is, jullie praten vaker over vakbonden die moeten komen om aan te sluiten. Maar we weten zelf, daarnet hebben jullie het zelf aangegeven, die mensen in de winkels en in bepaalde plaatsen, op bepaalde plaatsen, ze hebben geen vakbonden. Ze zijn niet verenigd in een vakbond. Hoe gaan jullie deze mensen overhalen om toch zitting bij jullie te komen om lid te worden van jullie vakcentrale? Dus die 2 dingen heb ik wel gemist in al die vragen die gesteld zijn. Dus dat is mijn 2 vragen die ik wilde stellen. Dank u wel. Zittingsperiode en de nog niet aangesloten werk. Ten aanzien van de zittingsperiode, elke organisatie, of niet elke organisatie, maar het is zo dat je statuten moet hebben om rechtspersoonlijkheid te gaan zoeken. Wij hebben nog geen rechtspersoonlijkheid. Wij gaan na deze proclamatie, want we staan al op het punt om onze statuten in te dienen. Je moet een procedure volgen om jouw rechtspersoonlijkheid te krijgen. En in die statuut is opgenomen dat de zittingsperiode 5 jaar is. Ten aanzien wat van hetgeen dat u aangeeft, en omdat de mensen zich nog niet aansluiten. Kijk, we hebben in Suriname wel een probleem. Het probleem bevat meerdere problemen. Maar een van de grootste problemen is dat heel veel werkers niet begrijpen wat hun eigen kracht is. Wanneer we kijken naar vakbonden, u geeft aan dat een aantal mensen, waaronder winkelpersoneel, is aangesloten. Maar we kunnen ook kijken naar leden van vakbonden die reeds zijn aangesloten bij een bond, die hun verantwoordelijkheid niet kennen, die in feite niet eens begrijpen waarvoor die vakbeweging staat. En die vakbeweging staat ervoor om alles collectief te doen, de kracht van collectiviteit. De mensen die in de winkel zijn, ze zullen, wanneer het zover is, dat is heel binnenkort, de informatie krijgen waar ze zich kunnen aansluiten. Maar ze moeten ook weten dat als je broodvrees hebt, want dat is 1 ding die veel mensen hebben, dat je ook nergens bent. En dat zien we zelfs binnen grote bestaande vakorganisaties. Dus behalve wij aan deze kant als bestuur,
heeft u aan de andere kant ook een verantwoordelijkheid en een plicht. Een van de plichten is om de algemene ledenvergadering te bezoeken. We merken nog steeds dat er vakbonden zijn. Je hebt bijvoorbeeld 500 leden. En wanneer je een ALV belegt, dan zie je 100 leden of 50 leden. Omdat men denkt dat je het bestuur ongenoegen doet. Maar je doet niet het bestuur ongenoegen. Je bent daar om jouw stem te laten horen, om jouw plicht te vervullen, om besluiten te nemen en om te tonen wat de kracht van jouw vakbond op dat moment is. En dat begrijpt men niet. Wanneer men deze dingen is gaan beseffen in Suriname, en daarvoor zijn we er, want we gaan met een aantal zaken komen om de mensen te informeren, dan hoop ik dat de mensen luisteren en daadwerkelijk informatie opzoeken, want die informatie is overal. Men zegt vaak minder besabi, omdat we lui zijn om te lezen. Tijdens mijn vakbondsopleiding heeft een van de gurus daar aangegeven. In feite, in kibriu moni in wan buku. Want dat voer maak ook een manier lukken buku, zodat een manier lezen. Toch, we moeten leren om zelf, en dat is die assertiviteit. We moeten leren om ook zelf op informatie af te gaan. En niet alleen maar luisteren, maar ook jezelf te scholen. Want zelfscholing is heel belangrijk. Dus we gaan naar de mensen toe. Misschien niet one by one, maar er komt wel informatie. En dan hoop ik dat de mensen hun plicht, hun taak, hun verantwoordelijkheid op hun schouders nemen. En de ondersteuning die het bestuur nodig heeft, geeft. Want de vakbond is niet het bestuur, daarin vergist men zich vaak. De vakbond is bestuur en leden. De vakcentrale is bestuur met vakbonden. En zo kunnen we verder gaan. Dank u wel. Zijn er nog vragen? Aanwezigen? De pers? Oké, dan sluiten we de vragenronde af. We proclameren de Unie van Assertieve Vakbonden en we zullen een toast uitbrengen. Mag ik assistentie van de dames Georgine, Rebecca en Shakita? Vragen te gaan staan en dan geef ik het woord aan de voorzitter. Is iedereen al voorzien? Nog niet? Dan wachten we even. Oké, we brengen deze toestand op samenwerken, vastberadenheid en een onwrikbaar geloof in de kracht van solidariteit. Succes! U van! Sluiten we dan het formeel gedeelte af en is er een informatie.